Ja, seksualiteit gaat eigenlijk over intimiteit, zoenen, strelen, soloseks, dus masturberen, en partnerseks. Die kunnen allemaal beïnvloed worden door hoe je lichaam reageert, maar ook door omgevingsfactoren en wat je eigen stemming is. Dat noemen we dan het biopsychosociale model. Als we het hebben over de seksuele responscyclus, dus hoe je reageert bij seksuele opwinding, dan is lichamelijke opwinding een deel daarvan. En dat bepaalt dan of je wel of niet een orgasme kan krijgen, of je een erectie kan krijgen en of je vochtig wordt. Bij chronische ziektes, zoals dat ook speelt bij mensen die een transplantatie ondergaan, kan de seksualiteit een tijdje op een lager pitje hebben gestaan. En na de transplantatie kan dat weer veranderen. Dat zal dan ook invloed hebben op hoe je tegen de seksualiteit aankijkt. En de intimiteit moet dan weer worden hersteld. Vermoeidheid die eerst voor de transplantatie een rol kan spelen, kan minder zijn geworden. Dus de zin in seks kan toenemen. Het kan zo zijn dat voor de transplantatie er bepaalde medicijnen werden genomen die invloed hebben gehad op de seksualiteit, die nu minder worden. Maar het kan ook zo zijn dat de medicijnen die worden gegeven na de transplantatie een negatief effect hebben op de seksualiteit. Als het nou zo is dat de seksualiteit een probleem is of als daar vragen over zijn, dan kan je altijd aan je behandelende arts vragen of die voor jou een afspraak maakt bij de seksoloog.